Na afloop van het Nieuwscafé hebben we gesproken met Karen Mulder van de Gelderlander, Frank Jurissen van de Stichting Vrienden van Huissen en Gerard Nijhuis, de voorzitter van het Stadhuiscomité. U kunt nu de interview zien. We staan hier in het moment. We hebben net het Nieuwscafé achter de rug, een initiatief van de Gelderlander. Hoe is dat zo gekomen, Karen Mulder? Nou, het is het Nieuwscafé van de Gelderlander is iets wat bijvoorbeeld in de editie Arnhem en Nijmegen geregeld wordt georganiseerd. In de Betuwe is het voor het eerst dat dit is georganiseerd. Aanleiding is Huissen 700. Wij vonden het een hele mooie afsluiting van dit feestelijke jaar in Huissen. En dan ook nog in café het moment. Vandaar. Het is net afgelopen. Is het een beetje geworden wat je ervan had verwacht? Het is moeilijk om, als je iets voor de eerste keer doet, dat is heel moeilijk om voor te stellen, wat kun je ervan verwachten? We hadden wel gehoopt op wat belangstelling. Dat is gelukt. En al met al denken wij dat het een heel geslaagde middag is geweest voor toch een groot aantal mensen. En ben je een beetje achter de ware aard van de Huissenaar gekomen? Wat is de ware aard van de Huissenaar? Er is in de loop der eeuwen natuurlijk wel het een en ander gezegd en geschreven al over het karakter van de Huissenaar. Daar staat ook geregeld, staat van alles van in boeken. In de krant heeft er veel over gestaan, ook dit jaar in de Gelderlanden met de serie Huissen 700. En ik denk dat vanmiddag de ware aard van de Huissenaar best wel naar boven is gekomen. Is het voor herhaling vatbaar? Wij denken dat het voor herhaling vatbaar is. Of dat ook in Huissen gebeurt, of in Bemmel, of in Gent, of in Doornenburg, of in de gemeente Overbetuwe. Dat is nog even de vraag. Bij ons staat Frank Jurissen, voorzitter van de Stichting Vrienden van Huissen en betrokken bij het Stadhuiscomité. Hoe vond je het? Nou, ik vond het een hele leuke avond. Ik merk dat mensen rondom Huissen een mening hebben over Huissenaren soms. Dat de Huissenaar overal op tegen is. Nou, ik wil dat zeker weer spreken. Huissenaren zijn heel bewust van wat ze willen. En als het iets is wat ze niet aanstaat, dan gaan ze inderdaad de barricades op. Het zou goed zijn om dingen van tevoren aan te geven. En we zijn in het verleden een aantal keren overvallen met dingen waar we niet op zaten te wachten. Onder andere een trolley. Dan is het inderdaad zo dat de Huissen naar de barricade ook gaat. Het initiatief wat vandaag hier in het moment was, is het voor herhaling vatbaar? Ja, absoluut. Ik denk dat het goed is om met elkaar in discussie te zijn. Het was een mooi initiatief van de Gelderlander. Er zijn veel mensen aan het woord geweest en het was zeker de moeite waard. En is de ware aard van de Huissenaar goed beschreven of is hij nog steeds een beetje mysterieus? Ik vind dat de ware aard van de Huissenaar goed beschreven is. Huissenaar is een Bourgondisch persoon die graag van een feestje houdt. Hij laat zeker niet over zich heen lopen. En dat is iets wat vanavond wel naar voren is gekomen. We staan hier bij Gerard Nijhuis, voorzitter van het Stadhuiscomité. Was ook aanwezig bij deze editie van het Nieuwscafé, georganiseerd door de Gelderlander. Hoe vond u het? Je kunt merken dat het iets nieuws is. En de opkomst viel me een beetje tegen. En je ziet eigenlijk weer de bekende mensen die altijd in Huissen geïnteresseerd zijn in de gang van zaken en die daar een mening over hebben. En het zou mooi zijn als je juist een wat breder publiek zou kunnen betrekken bij dit soort avonden. Op zich vond ik het wel goed dat ze het georganiseerd hebben en ook wat er naar voren werd gebracht, dat zin heeft. Wat zou je moeten doen om het inderdaad tot een breder publiek bekend te maken? Ja, nou dan kom je denk ik bij het karakter van Huissen naar, die kijkt de kat op de boom. Dus misschien iets vaker doen. Dat hangt er ook vanaf wat er morgen in de krant gaat staan. Hoe dat overkomt bij de mensen. Als ze zien dat het zin heeft om op die manier gemeenschappelijkheid te krijgen in de meningen die er zijn. En dat iedereen zijn woordje kan doen, zoals bijvoorbeeld meneer Klaassen dat deed, vanuit zijn hart. Dan denk ik dat dat een zin heeft om het op deze manier iets te doen. En nu toch over het stadhuis hebben. Zou het iets voor het stadhuis zijn om dat te bespreken in zo'n setting? Ja, ik zou dat toejuichen. Want wij tot nu toe zijn we als comité heel erg eenzijdig in mijn ogen met de gemeente bezig geweest. Want uiteindelijk moet de raad straks beslissen wat ze met dit gebouw gaan doen en of ze daar wat voor over hebben. Maar het is een gebouw van ons allemaal.
En om dat over te brengen, zou ik het toejuichen als er een keer een discussie komt waar de mensen gewoon weer van de straat, zeg dan maar, kunnen zeggen hoe zij daar tegenaan kijken. Dat zou ik een goede zaak vinden. Nu is het, zeg maar, de beslissing is over het, zeg maar, nieuwe jaar heen getrokken. Op 14 januari, meen ik, krijgen jullie de gelegenheid om jullie kant van het verhaal te vertellen. Is er al een actieplan? Dat is er. We hebben al een blauwdruk gemaakt van op welke wijze dat wij ons standpunt over willen brengen. Daar willen we de kerngebruikers, zoals wij dat noemen, bij betrekken. Die moeten we nog benaderen, want we hopen dat die niet weggelopen zijn door dus, zeg maar, wat er nu gebeurd is in het laatste half jaar. Maar ik denk wel dat ze zo gemotiveerd zijn dat ze zullen komen. En dan gaan wij dus inderdaad ons verhaal vertellen. En dan gaat het niet direct over dat financiën. Natuurlijk is dat belangrijk. Maar veel meer wat dat gebouw op die plek kan betekenen voor Huissen. Dat is een gemeenschappelijk gebouw. Dus daar hebben we over nagedacht. Maar ook weer richting gemeente. En daar gaan we aanstaande maandag met de wethouder bespreken, het plan wat wij hebben. De lijnen naar de wethouder, die dus even verstoord waren, die liggen op dit moment weer open. Communicatie is altijd goed natuurlijk. Valt er een beslissing 14 januari of is dat iets anders? Ik denk het niet. Die 14 januari, dat is dus een voorlichtingsavond, een informatieavond. En de raadsvergadering van januari, heb ik begrepen, dan zou aan de raad voorgelegd worden, willen jullie het idee, zoals het statuutscomité en de kerngebruikers dat willen doen. Vinden jullie daar wat van? Of vind je de tijdelijke invulling zoals die voor Betuweland door ons wordt op dit moment wordt voorgedragen? Vinden jullie dat beter? Dus dan gaat de raad beslissen. Dat is dus na 14 januari. Een spannende tijd dus. Ja, het is heel spannend. Ja, ja. Maar we zijn vol vertrouwen dat we duidelijk zullen kunnen maken wat dit gebouw met die potentie voor Huissen kan betekenen.